Dames en heren, jongens en meiden, een hele goede zonnige morgen. Het is mooi weer en we zijn op pad met de nieuwe Audi RSI. Dat hebben we al een keer gedaan, die hebben we al een keer gefilmd. Toen was die groen, nu is die zwart, als ik dat überhaupt nog mag zeggen in deze tijd waarin we leven. Maar vandaag dan gaan we de Audi RS3 ervaren onder zonnige omstandigheden. Vorige keer dat we mee op pad gingen, hadden we de auto bij ons met 0 graden. Het was koud, het was glad en toen hebben we de driftmodus geprobeerd. Vandaag gaat het warm, boven de 20 graden en gaan we uiteraard hetzelfde doen. Super vet, ik neem jullie mee. Met de nieuwe Audi RS3 was niet helemaal de bedoeling. En ja, we hebben hem natuurlijk al een keertje mogen ervaren. De nieuwe Audi RS3. Het is een fantastisch product. Ik ga er ook niet te veel over vertellen. Maar ik ga jullie gewoon meenemen. Want de vorige keer mocht ik hem ervaren onder spectaculaire omstandigheden. Toen was het koud. Toen was het bevroren. Toen was de weg bevroren. En bijna de banden ook. Nu is het bijna 30 graden. Dus ik dacht, weet je, compleet andere omstandigheden, wellicht een hele andere video. De nieuwe Audi RS3, een auto natuurlijk die ja, eigenlijk vanaf het begin weer helemaal is opgebouwd door Audi. We hebben hetzelfde vermogen bijna als de voorgaande, we hebben iets meer koppel. Hij is ietsje sneller geworden. Maar wat heel belangrijk is, is dat de auto veel lichtvoetiger is geworden. We hebben een driftmodus, tenminste, zo noemen ze het niet, is het in de basis wel. Want met de torque rear mode stuurt hij eigenlijk het grootste gedeelte naar achter en zelfs naar één wiel om jou te helpen driften. Audi is afgestapt van de S-tronic versnellingsbak. We hebben hier een andere versnellingsbak en die versnellingsbak die doet eindelijk precies wat je wil. Hoe je het wil. Audi RS3, nogmaals echt een hele gave auto en een beetje de auto waar mijn YouTube avontuur mee begon. Maar de versnellingsbak van een Audi RS3 was altijd zo onwijs lui en het was gewoon een must om die bak, niet zozeer het motorblok wat je had vermogen voldoende, ruim voldoende voor de Nederlandse wegen, maar de versnellingsbak, het was zo dramatisch. Is gewoon goed, je ziet het inderdaad. Het maakt niet uit in welk toerenbereik je rijdt. Hij schakelt gewoon vlot door. Terwijl we hier weer over een mooi bruggetje heen gaan. En dan komt bij 3.500 toeren komt het koppel weer vrij. En dan gaat dit echt als een jekko vandoor. Zoals je hoort, jongens, het is nog steeds gewoon het magische geluid. Ze hebben het toch weer voor elkaar gekregen. Ondanks inderdaad natuurlijk de mooie OPF-filters, de partikelfilters, waar we zo groot fan van zijn op dit kanaal. Heeft Audi het toch nog weten te presteren dat het gewoon lekker klinkt. Uiteraard, het zal deels speaker zijn. Uiteraard, er komt zo meteen een Akrapovic of een Miltek uitlaatsysteem. Wat je eigenlijk wil hebben. Maar gewoon de Audi Sportlet laat op deze auto. Klinkt toch erg lekker en je hebt nog steeds die iconische klap bij het opschakelen. Tot bijna 7000 toeren en het gaat en het gaat en het gaat en het gaat. Dit is niet normaal dit. Dit is krankzinnig. Het is zo onwijs gaaf wat Audi. Audi's idee is bij een hothead, jongens. Het is anders dan de A45S, spoilerwerk. Golf R, spoilerwerk. M35i, spoilerwerk. Aanzuigen.
gewoon zo onwijs lekker in de hand. En Porsche heeft dat, en Volkswagen, Golf R heeft dat ook. Gewoon niet te veel toeters en bellen. Gewoon een stuur, flippers, dun, Alcantara, centermarkering, klaar. Porsche heeft helemaal geen knoppen zelfs. Het is gewoon top. Het ligt lekker in de hand. Je voelt gewoon wat die auto doet. En BMW, CS, GTS, ik snap er geen moer van. Maar waarom zo'n dik stuur? Audi, dun, afgevlakt aan de onderkant, top. Met een hot hatch, 400 pk, achterbank, ruimte, gemak, kan makkelijk een parkeergarage en je hoeft nergens aan te denken. Het kost in dit geval een beetje geld, maar een hot hatch hoeft niet heel erg duur te zijn. Je kan gewoon alles met een hot hatch. Het product, een hot hatch voor Nederlandse wegen op een dijkweg, is gewoon top. Je hoeft niet te wachten voor alle hobbels, je hoeft niet alle hobbels schuin te nemen, uiteraard als je het verlaagt wel, maar over het algemeen is dit gewoon ideaal voor de Nederlandse wegen. Het klinkt leuk, het rijdt top en gebruikelijk.